Dag kijkers, ik ben Miranda van TV 48 met het avond-nachtjournaal voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Goudsmit na bezoek Suribetshop thuis overvallen. Een 49-jarige goudsmit werd na zijn bezoek aan een Suribetshop thuis op de Bomaweg in Suriname overvallen door 4 gewapende mannen. Bij zijn thuiskomst merkte hij een grijze auto op zijn erf op, waaruit plotseling 4 mannen tevoorschijn kwamen met koevoeten en houwers. Onder bedreiging moest het slachtoffer zijn huis openen, waarna hij werd beroofd van 500.000 Surinaamse dollars en waardevolle sieraden. De daders vluchtten richting de Kameelbrug nadat ze de poort omver hadden gereden. Het vermoeden bestaat dat de daders het slachtoffer hebben gevolgd vanuit de Suribetshop, waar hij vermoedelijk een aanzienlijk bedrag heeft verloren. De politie van Santo Dorp is bezig met het onderzoek en de opsporing van de overvallers. Dealer aangehouden na inval. De avond viel over het rustige Rens-project, maar onder de oppervlakte broeide iets duisters. Een gemengd team van de Surinaamse politie had informatie ontvangen over een beruchte hashdealer genaamd RL, die zijn waar te koop aanbood in de schaduwrijke steegjes van de buurt. Met de duisternis als hun dekmantel naderde het team de locatie waar de dealer zich schuilhield. De spanning was voelbaar terwijl ze zich voorbereiden op de inval. Het was een riskante operatie, maar ze waren vastberaden om deze dealer achter slot en grendel te krijgen en de straten veiliger te maken. Plotseling, als een schaduw in de nacht, doemde RL op uit de duisternis. Hij leek te voelen dat er gevaar dreigde en wilde vluchten, maar de politie was hem te slim af. Met een snelle en kordate actie werd de dealer overmeesterd voordat hij een kans had om te ontsnappen. Terwijl ze hem fouilleerden, ontdekten ze een verborgen voorraad hash, verpakkingsmateriaal en weegschalen, bewijs van zijn illegale handel die de buurt al lange tijd had geteisterd. Maar dat was nog niet alles, ze vonden ook een aanzienlijk geldbedrag in SRD, het resultaat van zijn duistere transacties. Met de dealer stevig in de boeien en de bewijzen van zijn misdaden in beslag genomen, werd hij overgedragen aan de politie van station Lunder. De straten waren weer een stukje veiliger, maar het was een herinnering aan de voortdurende strijd tegen criminaliteit die nooit ophield, zelfs niet in de stille uren van de nacht. Fotocredits Waterkant. Een tragisch verhaal, tiener omgekomen door vallende tak. De zon hing laag aan de hemel boven het rustige dorpje Tapanahoni, maar voor 1 familie werd deze dag voor altijd overschaduwd door een diepe duisternis. Een melding kwam binnen bij de Surinaamse politie, een melding die het leven van een tiener voorgoed zou veranderen. Het was een doodgewone middag toen de jongen, slechts 15 jaar oud, onder een boom bezig was. Hij was daar niet alleen, zijn zus was in de buurt, maar kon niets doen om het noodlot af te wenden. Plotseling, zonder waarschuwing, brak een tak af en kwam met verwoestende kracht op zijn hoofd terecht. Het leven gleed langzaam uit zijn lichaam terwijl zijn zus machteloos toekeek, haar hart verscheurd door verdriet en onbegrip. De tiener, die normaal in Paramaribo woonde maar de dagen doorbracht bij zijn zus in het binnenland, zou nooit meer terugkeren naar huis. Zijn zus was zo overstuur door het tragische ongeluk dat ze niet in staat was om de personalia van haar geliefde broertje door te geven. Hoe kon ze ook, wanneer haar wereld instortte door het verlies van haar dierbare broer? Het stoffelijk overschot van de tiener werd uiteindelijk naar Stoelmanseiland overgebracht, waar het zou worden overgevlogen naar Paramaribo. Maar hoeveel kilometers de lucht ook mocht overbruggen, niets kon de leegte vullen die achterbleef in het hart van zijn familie. Een onschuldig leven was veel te vroeg weggerukt, en alleen de herinneringen bleven achter als een stille getuige van de kostbare momenten die voor altijd verloren waren gegaan. Videoclip If Joe Skeer haalt 2 miljoen views op YouTube. De duistere onderwereld van Suriname heeft een nieuwe heerser, Joël Bordo Martinez. Zijn videoclip If Joe Skeer heeft meer dan 2 miljoen views op YouTube bereikt sinds de release op 18 september 2022. Maar achter de roem schuilt duisternis, Bordo is een gezochte crimineel. Hij wordt verdacht van ernstige misdaden, waaronder moord en drugshandel. Zijn medeplichtige heeft zich gemeld, maar Bordo blijft op vrije voeten. De jacht op hem begon in 2022, maar hij blijft ongrijpbaar voor de autoriteiten. Terwijl zijn videoclip viral gaat,
blijft Bordeaux een schimmige figuur in de straten van Suriname, een symbool van criminaliteit en een uitdaging voor de wetshandhaving. Chief geeft zaterdag 1 juni uniek concert in Suriname. Na zijn uitverkochte concert in Paradiso Amsterdam gaat Chief volgende maand iets bijzonders doen. Op zaterdag 1 juni is de bekende artiest namelijk eenmalig te zien tijdens een uniek concert in Suriname. Het event vindt plaats van 22 uur tot 4 uur in Zenaida te Paramaribo. Naast Chief zullen ook Dikwenza, Kapalani, Jackson Blay, Lil Young en Lone Walker van de partij zijn. Deze line-up belooft een onvergetelijke avond, dus zorg ervoor dat je je kaarten vandaag nog regelt bij Bori Tori, DNF, Combe Cell Shop of Compa. Gifon Pala, beter bekend als Chief, is geen onbekende in de Nederlandse muziekscène. Hij is actief sinds 2010 en staat bekend om hits als Ja, Beetje Moe, Huts en EWA EWA. Dode man in kreekdistrict Para is 43-jarige Ramon. Het lichaam dat op 17 april jongstleden in een staat van ontbinding werd aangetroffen in een kreek te Babbenkriki in Suriname, is donderdag positief geïdentificeerd als dat van Ramon Wilsterman, een 43-jarige man uit de regio. Ramon was een bekend persoon in de Surinaamse samenleving vanwege zijn activiteiten als verkoper van kokoskoekjes, vaak bekend onder de bijnamen Mondje of Pakket. De vermissing van Ramon werd aanvankelijk gemeld op sociale media, waardoor een zoektocht op gang kwam. 3 weken lang was hij spoorloos, waarbij zijn laatste locatie werd aangegeven als het huis van een vriend in Para. Het tragische einde kwam toen zijn lichaam werd ontdekt in een kreek aan de Jane Hiwatstraat in Para. Nabestaanden werden gisteren opgeroepen door de politie om het lichaam te identificeren, waarbij zijn dochter en nog 2 anderen bevestigden dat het om Ramon ging. De artsen van de regionale gezondheidsdienst, RGD, sluiten zich solidair aan bij de lopende acties van het personeel en leggen ook het werk neer. Dit betekent dat naast de afwezigheid van het personeel op de werkplek, de artsen zich ook niet op de werkplek zullen begeven. De dienstverlening van de RGD zal dus de komende dagen niet kunnen worden gegarandeerd. De personeelsbond bij de RGD had met de directie afgesproken dat de overbruggingstoelage over februari en maart uiterlijk op 30 april zou worden uitbetaald. Deze afspraak is echter niet nagekomen. De bond heeft hier genoeg van en heeft het werk volledig stilgelegd. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor welke afdeling dan ook. Eerder deze maand kwam het personeel al in actie, waarbij na een gesprek met de directie werd afgesproken dat de overbruggingstoelage op 30 april zou worden uitbetaald. Ook de artsen bij de RGD hebben geschillen met de directie over achterstallige betalingen die voortvloeien uit de cao's van 2022 en 2023. De Vereniging van RGD Artsen, VRA, eist schriftelijke vastlegging van de afspraken hierover en is niet tevreden met mondelinge toezeggingen, omdat dit geen garantie biedt dat de directie zich eraan zal houden. De personeelsbond van de RGD neemt deel aan de stakingsacties van C-47 op 2 en 3 mei. Zij zijn van plan om na de acties van C-47 actie te blijven voeren totdat de overbruggingstoelage van het personeel is uitbetaald. Onze redactie heeft een aantal prangende vragen voor de regering. Telkens weer belooft de regering uitbetalingen te doen, maar telkens worden deze beloften niet nagekomen. We willen weten waarom dit steeds gebeurt. Waarom kunnen de beloofde lonen niet op tijd worden uitbetaald aan de bootsmannen, onderwijzers, brandweerlieden en nu ook aan de artsen? Het voortdurende gedonder rondom betalingen zorgt voor onrust en frustratie bij de bevolking. Waarom blijft de regering deze beloftes maken als ze er keer op keer niet aan kunnen voldoen? 1. Waarom komt de regering niet met een duidelijke verklaring voor de voortdurende vertragingen in de uitbetalingen van lonen en salarissen? 2. Wat zijn de specifieke redenen achter de niet-naleving van beloften aan verschillende beroepsgroepen, zoals de bootsmannen, onderwijzers, brandweerlieden en artsen? 3. Hoe gaat de regering om met de gevolgen van deze niet-betalingen voor de betrokken beroepsgroepen en hun gezinnen? 4. Welke maatregelen neemt de regering om de financiële stabiliteit en betrouwbaarheid te waarborgen, zodat dit soort situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen?
5. Is de regering zich bewust van de toenemende frustratie en onrust onder de bevolking als gevolg van deze herhaalde niet-naleving van beloften? En zo ja, welke stappen worden er genomen om deze onvrede aan te pakken en het vertrouwen van de bevolking te herstellen? Het was een avond als alle anderen, totdat RZ onverwachts geconfronteerd werd met zijn ex-vriendin, FB, en een metgezel genaamd MJ. Wat aanvankelijk leek op een eenvoudige vraag over een kookstoof, veranderde al snel in een angstaanjagende situatie. RZ werd plotseling aangevallen door MJ, die zonder waarschuwing een houwer op zijn hoofd liet neerkomen. Verward en overmand door pijn, voelde hij de scherpe snede van het mes dat FB herhaaldelijk in zijn richting stak. In een staat van paniek en bloedend, zocht hij toevlucht bij zijn buren, maar zelfs daar vond hij geen rust, omdat FB haar aanval voortzette met het mes als een dreigend wapen. Gelukkig kwamen de buurtbewoners tussen beiden en wisten ze de aanvallers te stoppen, maar de schade was al aangericht. Met de politie ter plaatse werden FB en MJ gearresteerd, maar de gevolgen van die vreselijke nacht zullen altijd bij RZ blijven. De politie van bureau Livorno staat nu voor de taak om de gebeurtenissen te onderzoeken en gerechtigheid te brengen voor RZ en alle betrokkenen. Maar voor RZ zal de herinnering aan die nacht lang blijven hangen, een triest bewijs van de duistere kant van menselijke interactie. Percaya Luger-leider Paul Somohardjo heeft ter gelegenheid van zijn 81ste verjaardag een speciale kadertraining geïntroduceerd voor hoger en middenkader. De lancering vond plaats op 2 mei in het PL-centrum. Deze training is bedoeld voor PL-leden die zich in de toekomst kandidaat willen stellen als ressortraadslid, districtsraadslid of assembleelid. De kadertraining zal ervoor zorgen dat leden van de partij de nodige vaardigheden verwerven om hun ideeën effectief over te brengen. Ook zullen er lessen worden verzorgd over de Javaanse cultuur en taal voor vrijwilligers. 50 kandidaten hebben zich aangemeld voor deze training, die plaatsvindt van 6 mei tot en met 4 december. Tijdens de training zal de nadruk liggen op belangrijke vakken, zoals communicatievaardigheden, Nederlands, democratie en politiek, overheidsfinanciën, overheidsmanagement, leiderschap, werken in teams en public speaking. Na succesvolle afronding van de training ontvangen de kandidaten een certificaat. Somohardjo benadrukte dat hij vereerd is om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kader en dat dit een positieve impact zal hebben op hun toekomst. De PL nodigt de samenleving uit om de PL-volksvergadering op 25 mei bij te wonen. Ongeveer 500 bussen zullen beschikbaar zijn om personen te accommoderen. Deze vergadering is een voorbereiding op de verkiezingen. Tot slot. Op zijn 72ste verjaardag ontving Amar Dihal een bijzondere eer, zijn 8e dan Taekwondo-diploma van de Internationale Taekwondo Federatie, ITF. Hiermee betreedt hij een select gezelschap van Taekwondoka's die deze graduatie hebben behaald, een groep die op de vingers van één hand te tellen is. De weg naar deze hoge graad was lang en uitdagend. Dihal begon zijn Taekwondo-reis in 1973 onder leiding van Erik Lee in Paramaribo, waar de trainingsmethoden allesbehalve mild waren. Ondanks de uitdagingen van het reizen van de vierde rijweg naar de stad voor training, blonk Dihal uit en werd hij in 1975 zelfs kampioen op de eerste Surinaamse sparringkampioenschappen. Na een onderbreking vanwege zijn studie in Nederland en later gedwongen vertrek uit Suriname, hervatte Dihal zijn taekwondo-avontuur in Nederland in de jaren 80. Sindsdien heeft hij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd als hoofdtrainer van zijn eigen sportvereniging, dan examinator, scheidsrechter en breedtesportcoördinator. Zijn toewijding aan de sport werd erkend door de ITF, die hem de hoogste graad toekende. Met zijn 8e dan is Dihal nu gerechtigd om dan examens af te nemen over de hele wereld, zonder tussenkomst van een bond. Zijn bijdrage aan de taekwondo-gemeenschap is van onschatbare waarde en zijn naam zal voor altijd verbonden zijn met de grootsheid van de sport. Dit is het voor nu, bedankt voor het kijken. Ik ben Alizee voor TV 48, like, abonneer en deel onze nieuwsvideo's met vrienden en familie. Wij zijn morgen terug rond 6 uur. Tangboong en voor later Sribi Switsi.